Nou, het is geen reddingsplan, zo is het niet. Maar we zijn met iedereen van de 5 dorpen bij elkaar gekomen om te zeggen hoe zorgen dat we de voorzieningen die we nu hebben, hoe we die overeind houden om het leefbaar te maken. En een van de onderdelen daarvan is dat je gewoon een goed zwembad wilt hebben. Dan betekent dat je 2 dingen moet doen. Dat je moet investeren in de toekomst. Die investeringen die komen nu. Die aanvragen zijn eruit voor subsidie. Daar word ik in geïnvesteerd. En het tweede is hoe kun je de exploitatie van het zwembad gewoon ook duurzaam maken, ook op lange termijn. Zodat je het ook goed openhoudt in je exploitatie. Nou, daar kijken we nu naar. Welke subsidiepotjes gaan jullie aanboren? Ja, dat is eigenlijk provinciaal, gemeentelijk en Europees. En om wat voor bedragen, om wat voor een setting gaat dat dan? Ongeveer 2 ton. Alles bij elkaar. Inclusief cofinanciering. Hoe zien die plannen concreet uit? Dat zijn we nu aan het uitwerken. Maar wat we eigenlijk willen, is wel de essentie is, we willen naar een soort verenigingsvorm waarbij we zeggen, je kunt lid worden van ons zwembad, hè, dan deel je dus het eigenaarschap van het zwembad met iedereen. En dat zijn we nu concreet uitwerken hoe we dat gaan wegzetten. Dat zijn allemaal plannen die we nu hebben, maar die kant gaat het op. Een verenigingsvorm en het eigenaarschap bij de gemeenschap leggen. Is dat realistisch, een groot zwembad in een klein dorp? Onderschat nooit de kracht van mensen. Ik ben er heilig van overtuigd dat alles wat je hier hebt, met alle mensen die hier wonen en de kracht die je hier hebt, de kennis, de kunde en de inzet dat je het overeind kan houden. Subsidiepotjes die zijn dus aangeboord. Waar komt dat geld ook binnen en kunnen er hier ook dingen gaan gebeuren? Er is al een gedeelte binnen. Maar volgend jaar komt pas, hoop ik, de rest beschikbaar. Dus dat zal medio maart zijn, denk ik. Dus in de zomer kunnen mensen gewoon zwemmen in het zwembad? Nou ja, ik hoop wel eigenlijk eerder. Hè. Het voorjaar hè, gaan we er altijd open. Zo'n beetje eind april, begin mei. Dus als het mooi weer wordt, dan hoop ik dat we hier weer een prachtig up-to-date zwembad hebben.